Goedemorgen allemaal. Welkom bij de eerste dag van de Chocoweek van Kimya Verpakkingen. Ik ben Jolanda en samen met Ilona heb ik wat leuke cadeauverpakkingen bedacht voor jullie. Ons thema is dus chocola. Maar uiteraard, zoals jullie kennen, kan er van alles in de cadeauverpakkingen. Ik zal hem even een beetje omhoog houden, want... het zit een beetje met het kunstlicht en de schemering buiten. Dus ik hoop dat jullie het goed kunnen zien en dat het licht goed is. Ik heb deze verpakking bedacht voor de Chocotof. Zo grappig, die kwam ik tegen. Jaren geen Chocotof gehad. Nou, erg lekker. En aan de achterkant, dus als je deze losmaakt... is een zakje en in dat zakje zit een zakje thee. Ik moest er even over nadenken. Het is nog vroeg in de ochtend, maar dat kan ook, behalve een zakje thee, kan er natuurlijk ook een cadeaukaartje in. Nou, ik had bedacht een zakje thee met chocola. Heb ik ook gevonden, van Pickwick is er een zakje, hazelnoot, cacao. Maar helaas, ik vermoed dat het een nieuwe smaak is, overal uitverkocht. Nou, hop, gaat hij er weer in. En dan maak je hem zo weer dicht. En dan aan de voorkant heb ik nog een klein labeltje gebruikt van Gummi Japan. En dan... To my cutie. Omdat ik dat wel... het was wel toepasselijk vanwege de thee. Nou, wat heb je nodig om aan de slag te gaan? Nou, uit je pakket heb je nodig... dat vel A4 Kraft. Er zit ook een vel A4 Mica in. Nou had ik geen complete vellen meer. Dus ik heb zelf een stukje. Een klein zakje. Bij mij loopt er hier een streepje door. Niet op letten. Dan hebben we nog een partijtje lint. Je hebt een halve meter van het roze. Je hebt bij mij meer, want ik neem altijd meer. Omdat ik een project meestal 3 keer maak. En je hebt een meter van dat bruine. Ik heb voor dit project dat roze gebruikt. Maar je kan ook een halve meter van het bruine gebruiken. Er zit gewoon genoeg lint in voor alle projecten. Dus je kan een beetje wisselen. Verder gebruikte ik dit papier van Mintai, Chocolate Kiss. Ik dacht een oudere lijn van vorig jaar, dat dan rond Valentine is uitgekomen. Nou, superleuk, zoals jullie zien. Maar je kan natuurlijk van alles gebruiken, want ja, je kan er zelf ook een thema aan hangen. Dan heb ik nog deze labeltjes gebruikt van Gummi Japan. Ziet er niet uit, want het zat zo heftig dichtgeplakt. Of erop geplakt op de ondergrond, dat toen ik ze eraf wilde halen, trok ik heel het vel kapot. En dan is dit het stempeltje. Dan heb ik ook nog gebruikt de hoekpons. Dit is eigenlijk een pons om labels te maken. Maar dit hoekje is ook super fijn. Dus daar heb ik deze hoekjes mee afgerond. Nou, dan heb je natuurlijk uiteraard nog wat van, basismateriaal nodig. Je ril en je snijbord is handig. Liniaal. Potlood. Een houbeen. Snijmesje. Schaar. Dit is toevallig een hele grote, maar een kleintje is misschien iets beter. Tape. 3 mm en 6 mm. De lijm. Ik gebruik de Dutch Doobadoo lijm. En ik doe die dan in zo'n klein flesje. Nou, ik ben benieuwd. Hij zat de hele week al verstopt. Wat ik ook deed. Dus dat was een beetje irritant. Dus ik hoop dat ik het vandaag goed ga doen. En dan eventueel nog een snijmat om te snijden. Hè, als ondergrond. Want mijn tafel verdraagt veel. En ik vind het ook prima. Maar ik denk... dat ik dat snijden niet zo leuk vind op hem. Goed, we beginnen. Met de basis van het doosje. Dus dan pakken we dat vel Kraft.
En dat gaan we afsnijden op 17. Het stuk dat je overhoudt bewaar je, want dat hebben we weer nodig in dag 5. 17 bij 19 centimeter. Nou, dit kleine stukje kan je ook bewaren. Op dit moment doen we daar niks mee, maar je kan er altijd een leuk labeltje van maken of een vistail. Ik bewaar altijd alles. Oké, 17 bij 19. En dan gaan we rillen aan de 19 kant, dus de lange kant. En we beginnen met 1 centimeter. Ik leg hem altijd zo, omdat ik hem dan makkelijk kan doorvoeren. Maar je kan hem uiteraard ook anders omleggen. Oké. 1 centimeter. En dan 8,5. En 17,5. Dus we hebben gedeeld op 1, op 8,5, op 10 en op 17,5. Dan draaien we hem een kwartslag en dan gaan we aan de 17 kant gaan we rillen. Dat doen we op 1,5. Op 3. Recht leggen, anders krijgen we scheve lijnen. Op 14. En op 15,5. Dus op 1,5, op 3, 14 en op 15,5. En dan hoop ik dat ik jullie een beetje kan laten zien waar die lijntjes lopen. Dat is een beetje lastig. Ik pak even een klein schaartje erbij. En dan gaan we knippen. En wat gaan we knippen? Zoals je hier ziet, is deze lijn, dit is een lijn, oh, ja, dat is lekker. Dat gaat goed. Ik heb vanochtend bijgevuld, maar ik heb het idee dat dit niet zo lekker doet. Nee dus. Pak even wat anders erbij. Pak even een pennetje erbij. Nou. Zoals jullie zien is die eerste lijn aan de 19 kant is 1 centimeter. En daar beginnen we met knippen. Wat gaan we knippen? We gaan dit tot die eerste lijn gaan we wegknippen. Dus dit gaan we wegknippen. Nou, daar beginnen we eerst even mee. De camera denkt me een klein beetje moeilijk te zien. Hoe die rillijntjes lopen. Die twee stukjes zouden in principe weg kunnen. Wat je ook nog kan doen is dat je ze bewaart. En dat je bijvoorbeeld de bovenkant van een zakje, van zo'n plastic zakje, dat je daar dan dit bovenop doet. Zou kunnen, technisch gesproken. Oké, dan gaan we verder. Draaien we hem even om. Dan gaan we deze lijn gaan we doorknippen tot dit kruispunt. En deze ook.
vervolgens knippen we deze eerste flapjes. Dus deze. Knippen we er af. Nou, voor die dingen weet ik echt geen bestemming meer. Nou, we hebben wel kleine stempeltjes van de gummijapan die misschien nog kunnen. Maar goed, die gaan we weer wegdoen. Dan heb je hier twee van die flapjes. Nou, die ga je iets wat inknippen, want dan vouwt die strakjes wat beter dicht. Nou, hetzelfde doe je dus aan deze kant. Dus je knipt die lijnen weer door. Deze ook. Knip die flapjes eruit. Die eerste tenminste. En knip even een klein biesje eruit. Kan ook uitmeten als je dat wil. Maar ik doe dat op gevoel. Oké. Okay. Dan is dit je template. Of tenminste, niet je template, maar de basis van je box. Nou, dan gaan we even lijntjes vouwen. Goed kijken, want hier nog eentje. Ook nog even aan deze kant. Wel meewerken, jongen. Kijk, en dan komt hij uiteindelijk zo in elkaar. Dus dat korte flapje, daar lijmen we zo mee vast. Nou, dan gaan we dat venster maken. En dat doen we in dit gedeelte. Ik heb dat even uitgetekend. En ik heb, voordat ik dat venster heb gemaakt, heb ik alvast een stukje designpapier erop geplakt. Gewoon omdat ik dat makkelijker vond. Dat kan je natuurlijk ook doen. Maar je kan ook zeggen van, ik doe dat later. Of ik plak er helemaal geen designpapier op. Dat is net wat je zelf prettig vindt. Ik ga dat even aftekenen, maar ik doe dat even aan de binnenkant. Even kijken waar mijn liniaal is. En ik heb deze liniaal. En bij deze liniaal is het zo, we gaan aftekenen vanaf de vouwrand op 1 centimeter. Laat ik dat eerst zeggen. En bij mij is dit tweede dingetje is 1 centimeter. Dus dat is super makkelijk. En ik doe het aan de binnenkant, omdat je dan zeg maar strakjes die lijntjes niet meer zit. Ja, ik doe het dus nu even met pen. Want ik heb even geen potlood bij de hand. En dan ga ik dus dit deel, ga ik er dus uit snijden. Maar als jij een goede knipper bent, dan kan dat ook. Hè? Want dan maak je hier een begin met je schaar. Maak je er even een gat in en dan kan je dat ook zo uitknippen. Dus het kan op verschillende manieren. Ik ga kijken of dit mij gaat lukken, want ik ben niet zo'n snijder. Bij mij gaat dat altijd mis. Even kijken. Maar goed, nu moet het goed gaan met die liniaal. Dus op hoop van zegen. Nou, ik denk dat het voor vandaag wel aardig goed gaat.
kijken. Is die nog niet helemaal door? Dan zit die ook nog met een heel klein vrummeltje vast. Ik ben altijd bang dat ik doorschiet. En hier. Zo, kijk eens aan. Dit is die. Nou, dat stukje wat er, zeg maar, wat eruit is gekomen. Even laten zien. Hup, even al die. Ik had dan natuurlijk dat stukje eruit met designpapier. En dat heb ik weer aan de binnenkant geplakt. Dus dat plak je dan aan de binnenkant op deze kant. En dan heb je ook als je het doosje uitpakt, heb je iets leuks. Je kan er ook een stempeltje op doen. Maar dat moet je wel doen voordat het doosje in elkaar zit. Want anders kan je er niks meer mee. Dan gaan we hier een stukje mica plakken. En dat stukje mica, dat haal je af van dat A4'tje. En dan ga ik even de snijmachine erbij pakken. Dat stukje mica is 6,5 bij 10 centimeter. Dus wat doe je dan? Pak je aan de onderkant. Haal je er een stukje af, of aan de bovenkant. Van 6,5 centimeter. De rest van het mica, dat wordt, zit allemaal haar op. Zien jullie dat? Het is een beetje statisch, dat mica. Even eruit halen. Zo. De rest van het mica, dat gebruikt Ilona in het project. Dus het is belangrijk dat daar een heel stuk van blijft. Nou zeg. Oké. Okay. 6,5. Misschien vindt dat nooit zo prettig. Bij 10. Slecht voor het mesje, maar ja, dit mesje was toch al niet best, dus. Oké. 6,5 bij 10. Kijk eens aan. Dan gaan we dit hierop plakken. Dat vind ik zelf persoonlijk handig om dat met 3 mm tape te doen. Even kijken waar mijn 3 mm tape is gebleven. Zo. Dit kan je natuurlijk ook knippen. Je kan het met zo'n blokje kan je doen. Maar dit hele dunne tape, dat kan ik wel met de hand scheuren. Hoe doe je dat? Om het randje. Zo. En dan even aandrukken. Oh. Dan heb je allemaal lekkere chocotoffies liggen. Maar ik ga ze niet opeten. Ik heb er al genoeg op. Even kijken en zo. Komt niet van het bureau af. En vervolgens plak je dat stukje mica erbovenop. Het is ruim voldoende, dus als het scheef zit, is dat niet zo'n drama. En dan gaan we nu zeg maar het doosje in elkaar zetten. Gaan we eerst de zijkanten lijmen, dat die zo in elkaar komt. Nou, daar gebruik ik voor een stukje tape. En dan gebruik ik hiervoor wat 6 mm tape en dan plak ik dan een beetje aan de rand. Even was iets lang. Nou, daar komt de lijm. Hopelijk. Blijft hij het doen? Ja.
meer de hele mat onder. Ik ga even de mat weghalen, want ik vind dat niet zo heel fijn, die mat. Oké. En dan vervolgens gaan we deze hierop vastplakken. Oh. Er zijn sommige mensen die plakken dat in één keer vast. Nou, met alleen tape. Nou, ik niet, want dat gaat bij mij altijd mis. Ik moet altijd even een stukje, een beetje lijm erop, want dan kan je nog een beetje schuiven. Oké. Okay. Zo. Nou, kijk eens aan. Wat ik heb gedaan, ik heb de onderkant van het doosje heb ik vastgeplakt. Want ja, anders dan, zeg maar, als je er iets zwaars in hebt, bijvoorbeeld die chocotofs zijn best wel zwaar, dan zakt het doosje misschien uit de bodem eruit en dat wil je niet. Nou, wat ik heb gedaan is dat ik even van deze flap, die erin gaat, heb ik een klein stukje afgeknipt. Je kan het ook afsnijden. Die iets minder groot is. En dan heb ik bij deze, heb ik even de hoekjes. Nogmaals, als je wil kan je het ook open laten. Maar ik vond het handiger om er even dicht te plakken. Kijk, en dan, hoppakee, dan gaat hij er zo in. Dus ik heb wat lijm op deze flapjes gedaan, want die plakken dan hier aan. En dan heb ik wat lijm hier gedaan. Kan ook wat tape natuurlijk, want dan blijft dit deel aan dit deel plakken. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Dus dan plakken we hem erin. En dan heb ik even met het vouwbeen. Oh. Wel blijven zitten graag. Heb ik hem even een beetje geduwd. Zo. Dan hebben we nog deze kant. Nou, hier kan je ook, je kan ook de hoekjes hiervan wegknippen. Maar je kan ook zeggen van, ik gebruik een hoekpons. Want het is handig om daar even een stukje van af te doen. Want dan, zeg maar, dan vouw je het makkelijker. Nou, zoals je ziet, krijg ik deze er niet op. Zien jullie? Want dat flapje, dat is voor mij te klein. Dus het moet even een ander hoekponsje worden als je een hoekponsje wil gebruiken. Een kleiner hoekponsje. Nou, dus voor nu doe ik even de zijkanten eraf knippen. Ja, daar had ik niet aan gedacht. En dan heb je je doosje. Nou, dan gaan we verder met het zakje. Want dan gaan we deze maken. En daar zit een klepje aan vast. We gaan eerst even, kijk, zie je dat zakje? Het past er zo op. Nou, is mijn doosje niet helemaal netjes erin gevouwen. Dat zien jullie. Dus daar moet je eventjes op letten, dat je dat doosje er netjes in vouwt. We gaan deze afsnijden. En wel vanaf de bodem op 9 centimeter. En vervolgens gaan we eerst even dat klepje maken. Dat klepje maak je van een stukje kaartstok. Nou, we hadden zat kaartstok over. Dus we gaan nog een stukje gebruiken hiervoor. En dat gaan we ook even afsnijden. En dat is 4,5 lang. Dus
4,5 lang. Dit stuk bewaren we wel echt voor het vrijdagproject. Bij 7. Het zakje is ongeveer 7. Je zou eventjes na kunnen meten. En oké. 6,9. Dus meet je zakje even na voor de breedte. Dus 4,5 bij 6,9. Een stukje kan je bewaren, hebben we niet meer nodig. En dan ga je hem rillen op 1,5. Dus 4,5 bij, even je zakje meten, in dit geval 6,9, rillen op 1,5. En die ga je ook weer even omvouwen. Dan ga je aan de achterkant, hè, dit komt zo. Zie je, nou past hij er perfect op. Voor het mooie doe je op de achterkant nog even die stukjes wegknippen, want dan valt dat mooie achter dat zakje. En bij deze heb ik wel deze gebruikt. Hier, nou past hij er ook op. Het is een vrij grote pons, dus hij heeft de ruimte nodig. En datzelfde, dat doe je dan zeg maar met je designpapier, stukje designpapier. Eerst de hoekjes eraf en dan kan je hem plakken. Nou, deze gaan we hier achter op dat zakje plakken, zodat het echt een klepje wordt. Dus we gaan hier even wat tape plakken. Of als jij dat prettig vindt, alleen lijm. Ik gebruik weer dat 6 mm tape. Chocotoffies nog. En dan weer een beetje lijm. Ik zal hem even gelijk dicht doen. Om verstopping te voorkomen. En dan leg je hem hierachter. Niet helemaal op die vouwrand, maar ietsjes ervoor. Want anders kan je hem er niet meer overheen maken. Allemaal kleine frutseltjes hier in het hoekje liggen. En ik zie dat mijn camera een beetje scheef is, dus dat ga ik even recht leggen. Vervolgens ga je dat zakje achterop de doosje plaatsen. Je gaat eerst designpapier erop doen en dan ga je hem er pas op plaatsen. Dat gaan we ook even doen. Zie je, nu zie je dat het mooi wegvalt en dan krijg je ook zeg maar niet zo'n dik stuk. Nou, hier gebruik ik gewoon even dat 6 mm tape weer voor. Je kan ook, wat hebben we nog meer, 12 mm geloof ik, kan je ook gebruiken. Dan nog weer even een beetje lijm. Dat is echt puur alleen maar voor het schuifwerk. Dan ga ik even kijken. Ik had hem natuurlijk niet helemaal goed erin geplakt. En dan kan je hem natuurlijk plaatsen waar jij zelf wil. Nou, zoals je ziet hier, ik heb hem een stukje van de onderkant afgeplaatst, zodat je nog een klein randje van het designpapier ziet. Dus dat ga ik hier ook doen. Zo. Ongeveer in het midden. Okay. Dan gaan we dat lintje eronder maken. En dat lintje zit op het klepje vast
zeg maar onder het designpapier. Nou, we gaan dan, zoals gezegd, is het ongeveer een halve meter lint. Dus dan ga ik nu even dat bruine gebruiken. Oeps, even uitmeten. Dan ga ik dat door de helft doen. Ik een beetje weet dat ik aan allebei de kanten hetzelfde stuk heb. Als je dit een beetje zo doet, dan heb je er een soort vouw in. Dan ga ik ook even dat de helft van het doosje doen. Dus de klepje was 6,9. Nou, ga even uit van 7, dus dan zit je op ongeveer dat het midden op 3,5 komt. En dit is 3. Ah, dat had ik aardig bedacht. Dan gaan we op dat klepje gaan we een stukje tape plakken, want dan plakken we dat eerst even vast met tape. Ongeveer, ja, een beetje op het midden. Oh. Niet te hard duwen, dan gaat het mis. Zo. En dat. Kijk, je kan mijn streepje nog zien nu. En mijn foutje die ik gemaakt heb. En dan leggen we er zo op. Zo. En dan zit hij in basis, zit hij vast. En dan ga je hier een stukje designpapier op plakken. En vervolgens strik je hem vast. En dan heb je je cadeaudoosje klaar. En dan kan je hem verder beplakken en vullen. Kijk eens aan. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk projectje vonden. Ik wens jullie heel veel plezier met het maken hiervan. En uiteraard zien we jullie creaties graag op de groep. Hele fijne dag!